Oh, dat ziet er niet echt heel erg goed uit. Ja, dan gaan we maar iets doen waar we binnen zitten, toch? En dat is de hint wat wij gaan doen. Ja. Zijn jullie heel benieuwd? Nou, En dat oh. ook. Dat zal ook gaan gebeuren. Ja. Hallo, hallo en wat leuk dat jullie weer komen kijken naar een nieuwe Vlog. vlog. En we gaan vandaag iets doen waar we heel moe van worden. Nee joh. Echt wel. Echt wel. Wat vertel jij het maar eens over? Naar een springkussenpark. We gaan naar een springkussenpark, inderdaad. En hoe heette die ook alweer? Bounce Valley. Bounce Valley in Breda. En dat is een beetje ook een testje voor Nova de verjaardag, hè? Nova wordt dit jaar 7 jaar. En ze wil heel graag of naar een trampolinepark of naar zo'n luchtkussenpark. Maar we kunnen niet naar een trampolinepark, want die is pas voor 7 jaar. Dus dan mag je wel heen als je jarig bent. Ja, daar waar we heen. En dan is voor mij ook nog een verrassing. Dat is wel weer leuk. Maar dan moeten we wel kinderen zoeken die al in 7 staan. Oh ja, die mee mogen bedoel je. Ja. Oké. Maar we gaan dus nu vandaag eerst naar een luchtkussenspringpark. En we gaan ons uitleven. En we nemen de actiecamera mee. Jullie zien hem misschien al hier op mijn bord zitten. Maar ik heb ook een hoofdband. Want dan kunnen we lekker gaan meespringen en Ja. overal jullie mee meenemen. Dus ik hoop dat jullie samen met ons ook weer heel veel plezier gaan hebben. Doe alvast die duim omhoog en vergeet je niet te abonneren op ons kanaal om helemaal niks meer te missen. En nu is het tijd om naar Breda te gaan. Ojo, 20 minuten rijden. Dat is best een eentje, rijden. Oké, we zijn er klaar voor. Yeah. Ik ga eens even vertellen. Kost allemaal. Ja, want je hebt geboekt, dus ik ja, weet ik het heb niet geboekt, eens. nee, dat daarom. Ik dacht, je zegt niks, maar Nee. jij weet het niet eens. Nee, Nova die is 16,95 in dit geval. En dat komt omdat we een 2 uurs bounce hebben gereserveerd. Je kan ook voor 1 uur, 2 uur. 2 uur. Je kan voor 1 uur ook doen, dan is het 13,95. Ik denk, nou, voor die 3 euro kan je nog een uurtje langer springen. Dan kan je in ieder geval wat makkelijker, wat ruimer in de tijd. En meespringers, oftewel ouders 18 plus. Wij dus, wij gaan wel meespringen. Ja. Die zijn 3,95. Dus dan moet er wel 1 betalend kind bij zijn. Dus je mag niet zomaar zelf als ouder voor 3,95 alleen gaan. Wat Dan moet flauw. je gewoon, ja, weet je wel. Ja, hè? Dan moet je gewoon een normaal ticket kopen. Ja. En nu zijn we dus 25 euro kwijt voor ons drietjes om 2 uur te bouncen. Oké, nou, ik ben benieuwd hoe afgepeigerd wij eruit gaan of eruit komen. Ja, we zijn er en gadverdarrie, het regent. Maar we zijn er. En het is niet heel druk, dus ik ben benieuwd qua auto's. Het is vandaag voor ons de eerste Pinksterdag. Dus we hadden eigenlijk wel verwacht, het is slecht weer. Het is feestdag, ja. Dus het is heel druk. Nog niet. Maar volgens nog niet. Maar goed, we zijn nog niet binnen. Het kan Nee. misschien heel druk zijn. Iedereen afgedropt, weet je wel. Geen auto's geparkeerd. Gewoon kinderen afgegeven. Maar we zijn er, jongens. Bounce Valley. Kijk, gewoon speciale sokjes, zodat je niet zo makkelijk uitglijdt. En die hebben wij ook gekregen. Alleen met iets minder anti-slip.
ze was er al. Ze was al rond. Jee! Die telt door en Dennis is aan het verstoppen ergens daar. En als we bij 100 zijn, 60, dan gaan wij zoeken. Oké, we gaan zoeken. Even kijken of we hem al zien zitten. Nee, hè? We moeten echt naar beneden. We moeten gaan zoeken. Oké. En? Ik ben benieuwd of ze me vinden. Ik zag ze al lopen namelijk, maar hun mij nog niet. Spannend. Ergens in het parcours misschien. Oké, misschien dan daar bovenop. Zit hij misschien verstopt? Nova gaat even kijken. Oké, die. Nee, die is weer dicht. Nee, dat kan. Nee, er zit niemand hoor. Daar is hij denk ik niet verstopt. Oké. Hebben we nu alles gehad, toch? Ja. Oké, Nova denkt toch de andere noedels. Of in het gat? Nee, dus we gaan mensen overheen. Nee. Nova denkt toch daar. Oké. Gaan we nog een keer die kant op. Alles gekeken? Alle kanten? Alles gedaan? Oké. Ja, nee. Gevonden! Nou, jullie zagen natuurlijk in de beelden al lang dat hij heel eventjes daar zat. Ik had hem al gezien, maar niks gezegd tegen Nova. Maar nu was hij dus verplaatst naar boven. En daar kwam hij. Ja, regen, afkoeling. Oh, heerlijk. Oh. He. Nou. En wat vond jij ervan? Vermoeiend. Oké,
Ja, maar 2 uur is best wel lang hoor. Ja, maar toch hebben we nu wel 2,5 uur zijn we er geweest. Ja, als je er inderdaad gewoon tussendoor even pauzeert. Ja, ja. En jullie horen het misschien aan het gekletter op de achtergrond. Het is inmiddels echt super slecht weer geworden. Ja, en gaat regenen. Maar ik vind het helemaal niet erg. Want als je dan uit zo'n enorm warm park, want dat is het wel. Het is daar echt heel erg benauwd. Ja. Ik heb het idee dat er niet heel veel airco's. Nee, ik heb het idee dat de airco's niet aanstonden ofzo. Nee, of dat er iets anders aan de hand was. Ja. Maar we hebben in ieder geval leuk gespeeld. Zeker. Stoppetje gespeeld. Nu is het tijd om weer terug naar huis te gaan. En dan gaan we eventjes vertellen wat wij er precies van vonden. Ja. Dingetjes die leuk waren, dingetjes die minder leuk waren. Dus tot zo. Zo, en toen lagen we lekker in Nova's bed. Hé, hey, met z'n drieën. Ja, hè. Nou, want we zijn alweer naar het hele warme springen. Warme zeker. Zijn we weer terug nu. En het is tijd om lekker te gaan slapen, hè. Ja, weer gedoucht en al. Lekker gedoucht en zo. Hé, maar Nova, vertel eens. Wat vind jij ervan, van het springen bij Bounce Valley? Nee. Ja? Vond je het leuk? Vond je alles leuk of zijn er ook dingetjes die je iets minder leuk vond? Dat het zo warm was. Ja. Dat het zo warm was, hè? Ja, dan moet ik eerlijk wel toegeven. Dat is het. Oh, en? Dat bij het lezen, er gingen allemaal grote kinderen gingen expres door die lezers. Ja, dat was een lezerhal. Ik weet niet of het gefilmd hebben. Want het was ik kon echt niet filmen. Het was heel donker. Het was heel donker. Ja. Het was inderdaad gewoon een soort van loods waar je doorheen kon lopen. Allemaal lezers waren. En ja, als je dan gewoon lekker dat spelletje aan het spelen bent om niet de lezer te raken en er komen een paar andere kinderen. Ja, en er komen een aantal kinderen die rennen er gewoon doorheen expres om alles af te laten gaan. Dan is het spel klaar. Dan is het spel klaar. Dus dat is wel jammer inderdaad, dat daar niet wat meer controle bijvoorbeeld op is. Maar ja, het is misschien ook wel lastig inderdaad. Maar het was erg warm, ja. Het was heel erg warm. Nee, er stond gewoon geen airco aan. Nee. Er waren ook al mensen beneden bij het restaurant. Die hadden de deur gewoon van de voordeur opengezet. Dus dat is wel een verbeterpuntje, want dat is echt niet fijn. Je zweet je echt kapot. Ja, precies. Maar en dan was het nog niet eens een warme dag, hè? Laten we dat voorop stellen. Nee, het was een stukje regenachtig, zoals jullie hadden gezien. Ja. Dus, en daardoor wel klam. Het was heel klam, ja. Maar goed, maar voor de rest was het wel, ik vind het gewoon vooral grappig dat overal waar je loopt, dat je gewoon bounced en dat je inderdaad gewoon heel dat ding door kan. En wel leuk bedacht natuurlijk, ook met zo'n draaiding waar je overheen onderdoor, wat jij daar heel goed deed aan het begin. Hè? Ja. En van die zo'n parcours dat je overal tussendoor overheen en zo. Het maakt wel weer het kind in je los. En je kan goed verstoppertje spelen. Oh ja, dat hebben we ook gedaan. En ik ben gesprongen op de grote blok. Ja. Dat was hartstikke eng. Ja, precies. Ik vond dat niet eng. Nee, jij vond dat niet eng. Ik heb het niet gedurfd. Nee, hè? Dat vind ik een beetje spannend. Nee. Ja, het was echt leuk. Aan het begin moesten we een beetje inkomen. Toen dachten we, is dit alles? Maar op een gegeven moment ga je een beetje leuke spellen bedenken. Dan weet je leuk met elkaar gewoon aan de gang. Ja, toen was het echt wel een succes. Wat heb jij? Oh ja. Er was een moment dat ik dat... Wacht even, eerst inleiden. Inleiden. Ja, even inleiden. Het was een moment. Hebben jullie ook gezien, denk ik, in de vlog... Dat Dennis mij omver gooide met zo'n... Ik? Dat doe ik nooit. Met zo'n rood ding. Wat hoort erbij, hè? Dat je elkaar gaat stoeien en stompen. En ik lag dus op de grond. En op dat moment ging Nova juist net van het glijbaantje af. Dus die landt met haar elleboog op mijn arm. Nou, dat is dit resultaat. Ja, dat is goed te zien. Blauwe plek. Ja, precies. Ik heb nog een paar kleintjes ook. Dat is gewoon van het schuren langs de dingen. Dat je dan net niet oplet. En dat je zo'n soort brandwond idee hebt van het glijden en zo. Ja. Maar ja, goed, dat hoort erbij. Hè. Het is ook niet... En we hebben een paar mooie sokken erbij. Hè? Ja, precies. Ja, die hebben we ook. Die mocht je houden. Dus volgende keer als we nog een keer gaan, dan kunnen we die gewoon weer meenemen. Ja, inderdaad. Ja, egel. Ja, precies. Maar goed, het is nu tijd om lekker te gaan slapen. Ja. Wij gaan deze vlog weer afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden, als het zo is. Vergeet je dan zeker niet te abonneren op ons kanaal. Onder de video vind je zo'n mooie rode abonneerknop. Klik daarop en aan de zijkant daarvoor vind je een belletje. Als je daarop klikt, dan krijg je automatisch een berichtje zodra wij weer een nieuwe video hebben geüpload. Laat natuurlijk die duim omhoog achter. En als je echt niks wil missen van ons... Ik weet nog een springduim. Ja, vind ik een springduim. Nou, laat eens zien dan, een springduim. En mocht je echt exclusieve content willen en andere mogelijkheden... dan kan je lid worden op ons kanaal. Meer informatie vind je naast die abonneerknop op het lid worden knop. Ja. Nou, en dan kunnen wij voor nu niks anders zeggen. Tot de volgende vlog. Doei! Oh, dat ziet er niet heel erg goed. Oh ja, dan gaan we lekker elkaar om in moet. Ik ben een sokmeid. Pauze. Ja. Goed zo. Andere kant. Ja.